Ik had een jaar geleden over bekendheid en dan een meisje. En die kwam bij mij langs. En die zei tussen bij me was van, ik heb een vriend. Oké. Maar jij staat in mijn top 3 bekende mensen met wie ik het mag doen. Dat ik dacht, nou, maar dan heb je ook niet heel hoog gemikt. Als ik jouw top 3... Heeft ze die andere genoemd? Ik weet, het was in ieder geval iemand uit Amerika, het was laag. Het was Bart Snelle, tourmanager van Snelle. en toen? Ja, ik heb het al geaccepteerd. Ik dacht, dat bedoel ik. Geaccepteerd. En toen heb je gedaan alsof je Brad Pitt was. Kon ze er meteen 2 afvinken. Ja. Wel goed, ja. Maar hoe gaat het bij jou? Met meiden? Ja. En dingen. Ik ben verloofd. Inmiddels. Ik snap jullie allemaal niet. Iedereen zegt... Kom op, publiek. Ja. Nee, dit maak ik nou openbaar. Maar het is wel een groot verschil. Want als ik vrijgezel had geweest, had je een andere antwoord gekregen. Ja. Maar heel veel mannen aan de andere kant zijn bang om te flirten, geloof ik nu. 1 op de 3 mannen durft niet meer echt te flirten. Krijg je dat weer? Maar dat is onzin, dus ja. Ja, maar omdat je daar hebben we het ook wel eens over. Je bent toch ook bang dat je denkt, ja, straks kom ik ook in dat rijtje te staan, weet je wel. Ah, dat flirten toch niet? Hè? Ik weet niet hoe jij flirt, maar... Nou, dat gaat er heftig aan toe, hoor. Om te beginnen zeg ik, ben de vader van Snelle. Zo begin ik. Dus niks, geen tour met Vlugge Jaapie. Ik zat altijd achter. Ik zeg gewoon, ik ben zijn vader. Super slechte intro. Raak je de hele tijd aan trouwens. Maar hoe vaak heb jij niet... ben je daar vaak mee... hoe vaak heb je dat niet te horen gekregen vroeger? Ik heb onlangs in een liedje heb ik geschreven... Ik ben 100... Dat liedje heb ik geschreven. Het gaat over wat ik allemaal op social media naar me toe kom. Oké, nee. En dat is... ik ben 100 keer per dag de zoon van Jan-Jaap van der Wal. Nou, ik zeg dan altijd broer. Echt? Ja, dat hoor wat ik. Wat leuk voor je. En had je daardoor... Had je daardoor een hekel aan hem? Oh. Mijn... nou wordt het heel, ja, heel lief. Maar ja. Mijn moeder zei altijd... Lars, jij eindigt wel met een knappe vriendin. Kijk maar naar Jan-Jaap van der Wal. En dan hoor je... Het heeft niks met de haaslip te maken. Die lijken echt gewoon op elkaar. Dat heeft niks... Dat snap ik. Nee, is gewoon zo. Qua gezicht. Hij lijkt eerlijk gezegd meer op mij dan op Jan-Jaap. Daar ben ik het ook mee oneens. Maar luister, het is sowieso een historische avond. De eerste keer zonder komt ding. Maar het is ook de eerste keer op de Nederlandse televisie. Dat er 2 mensen met een hazellip te zien zijn, volgens mij. En is dat vermeldenswaardig? Ik heb het net gedaan. Hugh Weinstein achter de tralies is, kan het. Ja, eindelijk. Eindelijk worden weer lelijke mensen gecast. Maar laten we het hazellip blokje dan even afronden. Ja. Want je bent veel aan het vertellen vandaag, Lars. Maar ik zag jou net een sigaretje roken. Ja. Maar dat kunnen wij helemaal niet. Wij kunnen helemaal geen sigaret roken. Nou, laat zien, hoe doe je dat? Maar dus... toch? Want wij kunnen niet... Zuigen? Nee, heb je het geprobeerd? Ik heb in mijn puberteit natuurlijk wel gerookt, maar dat sloeg helemaal nergens op. Want waar gaat hij ook heen? Ja, hier krijg ik geen kanker van. Hier kan ik net zo goed mee. Ik kan wel een neusshot krijgen van iemand. Maar dus dat... Of kan jij ballonnen opblazen bijvoorbeeld? Kan jij dat? Dat kan je toch ook niet dan? Ballonnen opblazen lukt mij niet. Ik kon wel vroeger mijn schoolmelk drinken en dan zo... door mijn neus weer eruit laten komen. Dat was toen heel veel hoe dit werkt. Ik weet niet. Maar dan via de achterkant of is je verhemelte nog open? Je gehemelt is open, maar ik had... Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb ook een bovenkaak. Daar was gewoon een stuk weg. Ik heb een stuk aan mijn kin weer. Ja, ik ook allemaal, ja. Ja. Maar waar zit een gat? Maar waar gaat hij ook dan bij jou dan nu naartoe? Hey jongens, ik probeer ook een beetje te verbergen dat ik nog af en toe rook, joh. Yo, vind je het nou ontzettend leuk waar je naar gekeken hebt? Stem op mij. Yes, hieronder. Stem op mij. Stem nee. Oh ja.